De staatsoliemaatschappij NV Suriname heeft vandaag haar 42-jarig bestaan herdacht. Het bedrijf zal het jaar 2022 positief afsluiten met een winstboeking van 486 miljoen Amerikaanse dollars. Volgens Agnes Munsi Sokowi-Kromo, financieel directeur, die waarneemt voor de afwezige directeur Anand Jagisser, heeft het bedrijf in de afgelopen 40 jaar een hele solide basis gelegd voor de bedrijfsvoering van staatsolie. We zijn ook verder gegaan met het verder diversifiëren door de overname van de Afobakadam in 2020, waar we ook heel blij mee zijn. We hebben daarmee in elk geval ook ons productportfolio kunnen vergroenen. Want met het produceren van hydro-energie produceer je eigenlijk schone energie. En dat kan je natuurlijk toevoegen aan je productportfolio. Dus eigenlijk hebben we in de afgelopen, laten we zeggen, 40 jaar een hele solide basis gelegd voor de bedrijfsvoering. En de olieontdekkingen in de offshore van de recente in 2020 hebben natuurlijk nog meer bijgedragen aan de bijlpalen. Want daarmee kunnen we, nu we de basis hebben gelegd, de transformatie maken naar een versnelde groei. En wij gaan ook blijven onze uiterste best doen en hard blijven werken om ervoor te zorgen dat ook de ontwikkeling in de offshore tot stand kan komen en tot een succes kan worden. Dus dat is in het kort hoe wij de 42-jarige staatsolie zien. Munsi Sokowi-Kromo geeft verder aan dat het jaar bijzonder mooi wordt afgesloten, omdat de productietargets van het bedrijf op schema zijn. Staatsolie verwacht dat het haar doelstelling hiermee zal overtreffen, meent zij. We verwachten, als het gaat om de financiële performance, verwachten we dat we het jaar kunnen afsluiten met een bruto winst van 486 miljoen US dollar. En vorig jaar was dat rond de 213 miljoen dollar. Betekent ook dat de afdrachten aan de overheid navenant toenemen in het jaar 2022. Dat zal op het niveau liggen van 322 miljoen, waar het vorig jaar 186 miljoen was. Maar over tevredenheid gesproken, denk ik dat we breder moeten kijken dan alleen de financiële resultaten. Ik gaf het al aan, onze productietargets zijn op schema. Betekent dat we een excellente operationele performance hebben. Dat is verschrikkelijk belangrijk. Maar daarnaast, als je terugkijkt, en wat we ook verder hebben voortgezet in het jaar 2022, is de verdere professionalisering van het bedrijf. Op verschillende fronten. We doen ook niet onder voor de internationale maatschappijen met wie we aan tafel moeten gaan. Munsi Sokowi-Kromo is als een van de vrouwelijke directieleden onderdeel van de iets meer dan 25% van het personeelbestand van staatsolie dat uit vrouwen bestaat.